Mijn naam is Martin Benning. We hebben een melkveebedrijf in Dwinglo. En een melkveebedrijf samen met mijn, met mijn ouders. We melken momenteel 350 melkkoeien, voornamelijk Holstein-Friesen. Ik zit momenteel uh, 13 jaar in een maatschap. We zitten op een locatie dat uh, uitbreiding uh, niet of nauwelijks mogelijk is vanwege natuurbeschermingswetvergunningen. Uh, en daarom is het denk ik uh, belangrijk om... Zoveel mogelijk uh, productie uit uh, de bestaande middelen te halen die we momenteel hebben. Die gezondheid op ons bedrijf uh, staat vrij hoog in vaandel, omdat we zijn een uh, gesloten bedrijf zijn. Om toch zo min mogelijk uitval en, uh, en kosten, uh, onverwachte kosten op het bedrijf te krijgen, is denk ik uh, uh, die gezondheid en uh, uh, vrije certificering van onder andere BVD en IBR is denk ik vrij belangrijk om uh, een goede continuïteit in het bedrijf te houden. Het speerpunt op uh, het bedrijf ligt momenteel uh, op uh, uh, goedkoop produceren. Uh, niet ten koste van alles, zeg maar de productie omhoog jagen om, en, uh, en daar kosten uit weg te halen. Ik probeer langzaam uh, te stijgen in productie. Bij ons op de boerderij krijgen de kalveren de eerste 2-3 dagen krijgen ze biesmelk. Daarna gaan ze over op uh, poedermelk. En dan proberen, gaan we opbouwen naar uh, een kilo poeder per dag. Uh, dit krijgen ze gedurende ongeveer 9 tot 10 weken, afhankelijk van het uh, gewicht van de kalf. Vanaf 14 dagen komen ze bij de kalverdrinkautomaat, waar ze ook uh, uh, luzerne en, uh, en uh, kalfenbrok bij krijgen. Daarnaast proberen we uh, de opvang zo te regelen dat uh, ze binnen 23, 24 maanden gaan afkalven. Het Live Start Programma uh, zijn we nu uh, mee bezig en dat is eigenlijk naar aanleiding om uh, toch. Uh, uh, de input van, uh, van je jongvee uh, op het bedrijf op een uh, goed niveau te krijgen. Om uh, zo min mogelijk uh, misses te krijgen qua kalveren. Dat gewoon elk kalf wat je aanhoudt, dat het ook slaagt als uh, goede melkvaas. En ook als uh, langdurige melkvaas die een uh, lange levensproductie uh, behaalt. Uh, het voordeel daarvan is dat je dus in principe minder jongvee hoeft op te fokken. En uh, je meer ruimte hebt op je bedrijf voor, uh, om, uh, om melkkoeien te gaan houden. Als je dan kijkt naar hoe wij uh, in het verleden een kalfen dan was het uh, elk vaaskalf werd, uh, werd aangehouden en uh, ja, de, de jongveeropvocht werd denk ik net zoals veel bedrijven uh, een beetje bijnaast gedaan. Uh, het was niet echt de, de core business. Uh, core business was melken en uh, jongveeropvocht was een, uh, een, uh, een onderdeel uh, daarvan. Het programma helpt denk ik bij, uh, uh, om te ervoor te zorgen dat je zo min mogelijk uh, uh, kalven hoeft op te fokken. En dat elk kalf wat je opvakt dat het ook uh, op de juiste tijd geïnsimineerd en, uh, en uh, daar dus ook afkalft. En dat je dus uh, uh, goede sterke fasen krijgt met een lange levensproductie.